Het grotere oogstwerk red ik met de aardappellichter los. Vorige keer heb ik de eerstejaars klonenrooi laten zien. De eerstejaars van vorig jaar zijn nu de tweedejaars klonen. Hier heb ik 8 planten voor staan. 4 voor pootgroeiproductie die ik nu oogst. En 4 planten die uitgroeien voor consumptiebeproeving. Ik maak nu een ruwe scheiding. De mooie gaan in de zakjes. Ik kom van alles tegen, zoals hier groeischeuren en misoogst. Soms lijkt het eerst goed, maar zijn ze toch nogal wallig. Gelukkig zit er ook genoeg goede tussen. Rode ogen. Of nog gekker. Knollen met rode en gele ogen aan dezelfde plant. Deze vorm is niet voldoende en gaat direct in de voerzak. Hier een aantal klonen uit zaad uit het Bio-Impuls-project. Een gezamenlijk biologisch veredelingsprogramma van Wageningen Universiteit, Louis Bolk Instituut en wij als veredelaars. Gestart in 2008, waar nu de eerste Vitoftherrace ten terrasse uitkomen. Ik doe nog maar 3 jaar mee, maar het is een mooie aanvulling op mijn kweekwerk en met leerzame bijeenkomsten. Wij kunnen als kleine kwekers onze vergevorderde klonen onderbrengen bij de handelshuizen die meedoen met het project.
Zo verzamel ik de blijvers en ga deze later gezamenlijk met de consumptieoogst beoordelen en beproeven. Bedankt voor het kijken.